Ik heb hier een prachtig 3D-werk van Tilly Egberts. En ik zal hem omkeren. Dan kan het je aankijken. Het is een 3D-werk, dat is duidelijk. En als ik het zelf ook even mag pakken en een beetje opzij hou voor onze kijkers, zien we een beest. En het kijkt me inderdaad aan. Natuur is eigenlijk het woord wat meteen in me opkomt, omdat het ook in kleur en in vorm daar alles mee te maken heeft. Zorgvuldig geconstrueerd, met heel veel aandacht voor detail. Een beest. En het staat op pootjes. Eigenlijk zijn het heel veel pootjes. Het is een oneindige weerwar van draden die het beestje omhoog laten komen met een opgeheven nek. Een korte nek weliswaar. Twee wat indrukwekkende ogen. Insectachtig. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Van een viervoeter kunnen we niet spreken, want daarvoor zijn er te veel pootjes. Het is insectachtig met prachtige lijnen. En die lijnen die doen in feite een soort spel met elkaar, waardoor er heel veel beweging ontstaat. En als je het oppakt en je gaat het heen en weer bewegen, zie je ook die beweging weer terugkomen. Het is een harde schaal en dat heeft ook te maken met de glans die het heeft. Het is een beetje ongenaakbaar, alsof het beest in dit geval indruk op mij wil maken. En dat gaat gewoon door. Overal zie je diezelfde behandeling van materiaal. Het geluid wat het gaf toen ik het zelf vastpakte. Het is van metaal gemaakt, want ik ga me afvragen van waar het van gemaakt is. In ieder geval is het hard en schaalachtig. En gevouwen. En gevormd. En daarmee in feite is een lassig materiaal. Heel organisch en eigenlijk heel erg vloeiend. Toegepast om er een organisch geheel van te maken. Ja, je schrijft ook van dat er haar abstracte organische beelden ontstaan zonder voorbedacht plan. Ze komen tot stand zoals het leven in de natuur ontstaat, grillig en ongrijpbaar. Het is in wezen een gesprek. Een gesprek met jou als maker en een beeld. En dat gesprek dat leidt ertoe dat je als het ware aftast wat de mogelijkheden van zo'n materiaalkeuze kan zijn. Hier is dat heel mooi gegaan. En ook de afwerking ervan, totdat het als het ware een geheel gaat worden met vloeibaar iets wat weer gestold is, leidt ertoe dat het toch een fascinerend beeld is om naar te kijken. Ja. Ja, ik zag pas eigenlijk in tweede instantie dat het een staand object was. Ik dacht eerst dat het een liggend object was. Ja. Tilly doet mee in de automaten bij Miauw in Den Haag. Dankjewel.